Zit er wat nieuws van René Eerstehuis aan te komen? Ja, kijk, ja, tuurlijk. Kijk, we zijn altijd hartstikke druk bezig. We hebben eigenlijk een heel album leggen. Maar we zijn overgestapt op een andere producer. En ja, die hebt toch andere ideeën. En zeg maar, zo'n augustus, september, dan komt onze nieuwe single weer uit. Nou ja, overstap, kijk, er werd maar wat aangeboden. En dat liep heel, heel goed uit, zeg maar. Ja, dus we hebben die stap gewoon gedaan. En dan met het management, en ja, die zegt gewoon, ja, dit doe je. En dat is gewoon goed. En het is ook goed. Dus geweldig. Ja, kijk, als je op een gegeven moment al een paar jaar met iemand samenwerkt, is het altijd een makkelijkheid, hè? En is het altijd een gewoonte. Maar kijk, als je een overstap maakt, is alles nieuw, alles spannend. Maar goed, het is snel van de hand gegaan, hoor. Want we kunnen het goed met elkaar vinden. Het is helemaal geweldig. Ja, als je met toevallig kijkt, Ger, helemaal top. Eerlijk waar. Nou zien we vandaag iedereen in het oranje. En jij bent vandaag in het blauw. Wat is dit voor kleurstelling, Eerstehuis? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, ik had best in oranje gewild, maar zei niet dat ik aan de sponsor vast zit. En mijn sponsor die had dus geen oranje overhemden. Ja, helaas, dan houdt het op, hè. Dus je hebt wat dat betreft nog strakke kledingvoorschrift ook? Nou ja, strakke kledingvoorschrift. Kijk, we gaan er langs. En de sponsor zegt, je kies maar wat uit. Ja, als daar geen oranje tussen zit, ja, dan houdt het op, maar wel blauw, hè. Rood, wit, blauw is toch ook goed.